Dan strek ik mijn armen zo een beetje en dan oefen ik de rolstoelrijbeweging al. Fedde is helemaal klaar voor de marathon van Rotterdam. Ik heb heel veel rondjes door het park gereden. Gewoon lekker relaxed gereden, proberen mijn opperste snelheid te behalen. Vorig jaar deed hij ook mee en toen won hij. Dat geeft gewoon een kick als je op de finish komt. Al die juichende mensen. Dan voel je echt je hart bonken, die adrenaline. En hop, zo. De zenuwen zijn aan het reizen. Een marathon is 42 kilometer en 195 meter. De afgelopen 41 dagen heeft Fedde iedere dag 1 kilometer in zijn rolstoel afgelegd. Vandaag is de finale. Fedde moet nog iets meer dan een kilometer afleggen en dan is zijn marathon compleet. En dat doet hij dus in een rolstoel. Ik ben 11 weken te vroeg geboren. Daardoor konden mijn longen nog niet goed ademhalen. En daardoor heb ik dus CP, zit ik in een rolstoel. Daardoor kan ik niet goed bewegen. Maar mijn brein en mijn armen werken prima. Dat er een race wordt gehouden, speciaal voor kinderen met een beperking, vinden deze kinderen fijn. Gezellig, leuk. Kunnen kinderen ook gewoon meedoen. Dat ik aan alle beperkte kinderen kan laten zien dat hun ook met marathon mee kunnen doen. Dan zie ik dat ik niet de enige ben. Want dan kun je ook kinderen zien die hetzelfde syndroom of dezelfde ziekte die als jou hebben. En dat geeft ook gewoon een kick. Ook al ben ik niet de eerste van de hele marathon, je wordt hier dan toch een winnaar. Ja! Schrijf eens wat, zak je allemaal langs de weg. Een heleboel juichende mensen. Heel fijn. Dan zie je dat ze om je geven. Dan zie je echt van, joh, ze geven om je, heel wat je ook bent. Dus dat is zo mooi.